Hier zie je een permanente magneet met een noordpool en een zuidpool. Een spoel met een paar honderd windingen en een ampèremeter. Als ik die magneet stilhoud in de spoel, gebeurt er niks met mijn ampèremeter. Als ik hem eruit trek, beweegt de wijzer naar links. En als ik hem erin doe, naar rechts. Links, rechts. Door dat wisselend magnetisch veld wordt er een wisselspanning opgewekt. En dan kan er dus ook een stroom gaan vloeien, een wisselstroom. En die gaat dan steeds wisselen, de ene kant op en even later de andere kant op. Zo wek je dus een spanning op, net zoals een dynamo op je fiets. Nu heb ik zelf een transformator gebouwd. Hier heb ik de primaire spoel, daar is een wisselspanning op aangesloten van 1,5 volt. Nu wordt die spoel een magneet met een noord- en een zuidpool en dat wisselt continu om. Door dat wisselend magnetisch veld krijg je een inductiespanning bij de secundaire spoel en daar is geen spanningsbron aangesloten. En dan meet ik nu een spanning van, dit is 3 volt, bijna 3 volt, 2,8 volt. En wat opvalt is mijn spanning is ongeveer verdubbeld. Hoe komt dat? Kijk ik naar de windingen, dan kan ik hier zien dat ik 150 windingen heb gebruikt bij deze spoel. De andere spoel heeft 2 keer zoveel windingen, 300. En dat betekent dat je spanning 2 keer hoger wordt, omdat je secundair 2 keer meer windingen hebt. Nou, dit is mijn transformator. Ik heb een primaire spoel, daar is je wisselspanning op aangesloten. En het secundaire spoel, daar kan een voltmeter of een lampje zijn aangesloten. Sluit ik die dus aan op een wisselspanning van 1,5 volt, dan krijg je een noord- en een zuidpool. En door dat wisselend magnetisch veld krijg je aan deze kant een inductiespanning en kan het lampje gaan branden. Nu heb ik NP 150 hier staan. Dat is het aantal windingen aan de primaire kant. NS is 300, dat is het aantal windingen aan de secundaire kant. Mijn spanning hier is bekend aan de primaire kant. De vraag is, hoe groot wordt de spanning nou aan die kant? En je zag dat dat bijna 3 was. Hoe kom je aan dat getal 3? De formule is UP gedeeld door US is NP gedeeld door NS. Als we nou alles invullen wat we weten, krijgen we UP gedeeld door US, die wil ik weten, is NP gedeeld door NS. Als ik nu het kruisproduct ga toepassen, die keer die, is die keer die, dan krijg ik US keer 150 is 1,5 keer 300. US is dus 1,5 keer 300 gedeeld door 150, is 450 gedeeld door 150 is 3 volt. Indien het rendement 100% is, heb je inderdaad 3 volt, maar er gaat een beetje energie verloren. Ze hebben extra een juk hier toegevoegd met een weekijzeren kern. Dat sluitstuk is het juk, dan is het rendement nog groter.